de Tweede Kamer vanavond natuurlijk ook in de roes van het voetbal. Straks naar de politiek, de studiefinanciering, maar eerst het Binnenhof tijdens de wedstrijd. Hij had hem bijna, maar dat wil niet. Het is 1-0. De afgelopen 2,5 uur waren de wandelgangen in de Tweede Kamer geheel en al verlaten. In de keuken had het keukenpersoneel de pitjes op laag gedraaid. De bewakingsbeambten hielden de monitoren nauwlettend in de gaten. En het handjevol Kamerleden kon zich maar met moeite concentreren op het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van Utrecht-West. Sommige Kamerleden volgden daarom het debat op loopafstand in de ministerskamer, zoals D66-woordvoerder Koonstam. Ik probeer de wedstrijd te zien, maar ook het debat te volgen. Ik kan het hier letterlijk volgen, ook zien zelfs. Hou aantekeningen, ik moet zo meteen nog op over enkele minuten. Dus volgens mij moet het kunnen zo. Maar het merendeel van de aanwezigen had zich toch verzameld in de Klompé-zaal. Oh, hier ook al, hier ook al. Ja jongens, de speed, hè. Hier zit de hele afdeling voorlichting. En natuurlijk blijdschap en optimisme bij de CDA-fractie toen Ronald Koeman de gelijkmaker maakte. Ja, bijna, maar dat is natuurlijk heel iets anders dan een saaie fractievergadering. Fractievergaderingen zijn zelden saai. Wat vindt u tot nu toe van de wedstrijd? Deze wedstrijd is zeker zo spannend in ieder geval. Met wisselende kansen en buitengewoon bewegelijk. Met vooruitzicht op de overwinning van Nederland. Oeh, halve missen. Dan zie ik nog een paar minuten te spelen. 1-1. Het wordt wel erg spannend, hè? Ja, het is geweldig spannend, hè? Zinderende wedstrijd. Fantastisch gespeeld door Nederlands elftal, meerderheid. Maar ja. Ze moeten winnen. Volgens mij moeten ze winnen, maar ja, voetbal is een raar spel eigenlijk. Wie denkt u dat die ene extra doelpunt die nog nodig is gaat maken? Gullit of Kieft. En de vreugde kon natuurlijk niet op in die CDA-fractie toen uiteindelijk het 2-1 werd voor Nederland. De landsing, het is afgelopen. Oranje juicht. U kunt ook juichen. Ja, de voorspelling is uitgekomen. Wel niet de speler, maar toch Nederland gewonnen. Nee, maar goed, Marco heeft natuurlijk ook verdiend. De hele ploeg eigenlijk. Dus het is natuurlijk fantastisch. Hè. Dit is nog belangrijker wellicht dan de finale. Echt heel goed. Maar goed, dan gaan we ook weer naar de finale kijken. Dan rustig thuis. Gaat er iets op drinken? Ja, straks. Zeker. Maar het mag niet te laat worden, want er moet morgen hier ook weer gewerkt worden. Maar goed, dit is een fantastische avond natuurlijk. Wordt Nederland nu Europees kampioen? Ja, ik hoop het. Het zou voor het Nederlandse voetbal een geweldige oppepper zijn. Ik doe nog wat aan het voetbal. Ik ben voorzitter van de afdeling Nijmegen en hou me met amateurs bezig. Maar dit hebben we natuurlijk nodig. Zowel om de negatieve dingen tegen te gaan, maar ook om nieuwe mensen te werven. Dat is fantastisch natuurlijk. Bedankt. Wouters. Van Basten. Wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1! Vlak voor tijd! Marco van Basten! Ja, politici zijn net gewone mensen als er gevoetbald wordt. En wat een overwinning trouwens, als we het over een overwinning hebben.